Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en deze week gaan we het hebben over oudere werklozen. Want het CBS is weer eens met cijfers naar buiten gekomen en daaruit blijkt dat de economie zowaar aantrekt. Het is ons gelukt, we hebben de crisis overleefd. Het wordt makkelijker voor mensen om een baan te vinden. Work, 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 work. It's me, I'll be work, 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 work. It's me, do me, da, 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 da. Alleen oudere werklozen, die blijven nog een klein beetje achter. En aan oudere werklozen is in dit geval, schrik niet, iemand van 45 jaar of ouder. Dat heb ik niet verzonnen. Dat is de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als u klachten heeft, moet u daar even een brief naartoe sturen. Maar goed, het is wel vervelend voor die mensen. Want van de 10 45-plussers zonder werk zitten er 6 langer dan een jaar zonder baan. Nou, dat is natuurlijk voor niemand leuk. En daarom is de kwestie van deze week: bedrijven moeten verplicht oudere werknemers in dienst nemen. Nou, om daar meer over te leren, heb ik hier een afspraak. Dus loop met me mee. Jan-Dik, jij werkt bij een uitzendbureau wat zich specialiseert in een wat oudere werknemer. Ja. Nou zijn er weer wat banen, maar nou lukt het een heleboel wat oudere werklozen nog steeds niet om aan een baan te komen. Nee. Waar ligt dat nou aan? Ligt het aan de bedrijven of ligt het aan die oudere werklozen? Nou ja, het is wel een klein beetje het is geen nieuwe trend. Laat ik het zo zeggen, dat ouderen niet altijd vooraan staan. Mm-hmm. Ja, je hoort vaak van ze zijn niet flexibel genoeg of ze zijn wat sneller ziek of ze zijn te duur. Mm-hmm. Dat soort dingen hoor je nog alles, ja. Wat bedoel je met oudere werknemers die starren zijn? Ja, dan denk ik van, kijk, stel dat er veranderingen binnen een bedrijf zijn. Mm-hmm. Of er is iets met een nieuw softwareprogramma. Dan blijkt wel dat ouderen daar soms ietsje meer tijd voor nodig hebben om daarin mee te gaan. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen dat wel herkent. Voor een grote groep geldt het ook. Dat jongeren die zijn daar wat meer mee opgegroeid, die zijn er wat makkelijker in, die zijn nog wat flexibeler in de verandering. Mm-hmm. Dus ja, daar hebben ze dan wel een punt. Ja, als je dan toch punten gaat noemen, dan denk ik dat er voor jongeren ook wel dingen zijn waarvan je zegt, hé, dat hebben jongeren weer als een minder puntje is. Mm-hmm. En ouderen als pre. Dus denk maar aan loyaliteit of geen enkele loyaliteit bij de jeugd, hè? Nou, ik scheer ze niet over één kam, maar ik geef altijd wel bij bedrijven aan dat zowel jongere groepen als oudere groepen, die hebben wel wat. Mm-hmm. Ze hebben allebei plus en minen. Dus kijk nou eens goed naar je bestand. Ja. En probeer daar een mooie mix van te maken. Wat het beste met elkaar naar boven brengt of voor de organisatie is. Oké, dat is interessant. Jij pleit een beetje voor een mix tussen wat jongere en oudere werknemers. Ja, ja. Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. De mensen zeggen, ga toch werken, Koos. Nou wil ik best wel tegenaan, maar dan wel een leuke baan. Want anders hoeft het niet voor Koos. Ah, meneer, mag ik even? U heeft gewoon een baan. U bent 45 plus. En ik u heeft gewoon een baan. 45 plus en ik heb een baan, ja. Ja. En die houdt hij ook gewoon al, heeft hij al lang vast? Ja, maar ik heb een hartstikke leuke baan en ik mag nog 3 jaar en dat wil ik ook zo houden, ja. Heeft u oudere collega's? Nou, als je zelf 63 bent, valt dat tegen om oudere collega's te krijgen. Maar nee, ik heb ook nog wel een enkele oudere collega, ja. Ja. Want u heeft dus gewoon, heeft u die baan altijd vastgehouden? Ik weet niet hoe lang u er al zit. Al ruim, ja, ja, ja. Ja. Is dat het geheim? Gewoon zorgen dat je die baan vasthoudt en nooit kwijtraakt? Nee, ik denk het veel meer de manier, in het algemeen de manier waarop je het invult. Mm-hmm. Dus voor een deel denk ik dat het stomweg met, zonder nou daarmee indirect over mezelf te praten, maar met deskundigheid te maken heeft. Ja. En willen blijven leren. Mm-hmm. Niet van, ja, die doe ik 20 jaar dus. En zo sukkel ik wel door. Mm-hmm. Ik denk dat je dan uiteindelijk jezelf wel uit de markt prijst. Dus je moet je wel cursussen blijven doen, je blijven ontwikkelen en interesse houden in wat je doet. Want dan hou je er plezier in. En als je plezier in je werk hebt, dan wordt de kwaliteit van je werk ook navenant, denk ik. Ja. Er zit een relatie tussen. Dus blijven ontwikkelen ook vooral, niet ja. Veel blijven staan. Ja, ja, ja. Ook al ben je misschien een dagje ouder, toch gewoon even zorgen dat je bijgespijkerd bent. Hoe lang moet ik nog, zal ik het uitzetten? Op het moment dat je gaat freewheelen, denk ik, dan heb je het, maak je het jezelf lastig, denk ik.
Heeft u zelf een baan op dit moment? Ik heb zelf een baan, ja. U bent boven de 45? Ik ben boven de 45. Ik had het niet gegeven, maar... Ja. Wat? Ik ben 50-plusser, mm-hmm. Ja. En ik heb een baan. En ik denk dat het voordeel is dat je veel meer werkervaring hebt. Mm-hmm. En dat je die in kan zetten. Dus als je werkgever dat ziet, dan is dat mooi meegenomen. Heeft u al lang die baan? Ja. Ja. Is dat misschien, moeten we dat? Wat is nou echt promotie voor oudere werk? Ik denk dat je moet blijven ontwikkelen en moet blijven scholen. Dat meewerkt. Okay. Ja. En want u zegt ook verder nog veel ervaring? Ervaring gecombineerd met scholing. Ik bedoel, ik denk niet dat je moet bedenken van zo, als ik het 20 jaar terug deed, is het nog steeds. Dat je daar wel in mee moet gaan. Ja. Oké. Okay. Verder zeggen ook een boel mensen, oudere werknemers, zijn wel ietsje duurder. Dus stel, er zou iemand bij u op het werk moeten komen? Dat is duurder, maar die heeft ook meer ervaring en kennis, mag je verwachten. Ja. Dat vindt u wel een meerprijs waard? Dat is een meerprijs, ja. Ja. En daarbij is gewoon het goede dat je jonge mensen weer op kan leiden en mee kan nemen. Ik bedoel, dat is ook heel belangrijk. Wij maken nogal eens mee dat mensen inderdaad, die hebben wat langere werkervaring... Ja. Daarna komen ze aan de kant te staan, helaas door een reorganisatie of wat dan ook. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk een soort slag maken van ik probeer in het vervolg van mijn werkervaring door te gaan. Mm-hmm. Of ik moet gewoon een andere weg inslaan. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk, want je hebt natuurlijk je vaste lasten thuis, je hebt je kosten. Dus je zit aan een bepaalde salarisniveau. Mm-hmm. Je bent bepaalde posities gewend en dat kan wel moeilijk zijn, maar wij geven altijd wel aan van joh, probeer eventjes een nieuwe slag te maken naar iets nieuws. Waar ga ik beginnen? Wat ga ik doen? En kijk niet terug, maar kijk vooruit naar van waar liggen mijn mogelijkheden nu en hoe ga ik die gebruiken? Maar dat kan dus ook betekenen dat je als oud-directeur van de fabriek opeens in een callcenter komt te zitten? Nou, dat is wel een grote stap, maar je zal wel eens een stapje terug moeten zetten om iets nieuws te gaan beginnen. En dat is wel een onderdeel daarvan, ja. Is het dan misschien een idee dat je vanuit de overheid zegt bedrijven stimuleren, zo van wat je wel ziet in advertenties, bij gelijke geschiktheid kiezen wij voor een ouder persoon. Is dat iets? Dat is een lachetje. Dat zullen ze nooit van zijn leven doen. De bedrijven? De bedrijven, dat doen ze gewoon niet. Dat is economisch gewoon niet verstandig voor hun. Want te duur, denkt u? Of? Dat is te duur en dan krijgen ze minder winst. Dus wat dat betreft gaat dat echt niet op. Wat moeten we dan met al die wat oudere werknemers die maar thuis zitten? Moeten we ze iets voor ze verzinnen? Een leuk groot project voor ze bedenken? Of? Niks bedenken, want dat is gewoon te zot voor woorden. Om dat van de overheid te doen. De mensen moeten dat zelf gaan doen en ze moeten er zelf keihard eraan gaan werken om eventueel een baan te krijgen. Het is verschrikkelijk moeilijk. Mm-hmm. Ik ben zelf 2 jaar werkloos geweest. Maar na 88 keer solliciteren kreeg ik toch een baan op mijn 45ste. Dus wat dat betreft was het geen punt. Maar gewoon door blijven gaan. Al doe je vrijwilligerswerk, via vrijwilligerswerk kan je dus eventueel ook in een vaste baan komen. 88 keer? Ja, ja, in 2 jaar tijd. Hoe blijf je gemotiveerd? Optimistisch blijven. Altijd optimistisch blijven. Wauw, bent u een verlichte boeddhist? Of dat is ongelooflijk. Nee, ook dat niet. Ik woon wel naast mijn kerk. Daar, ik ben geen boeddhist. Maar zo ben ik nu eenmaal. Ja, ik ben wel benieuwd geworden naar het persoonlijke verhaal van zo'n ouder iemand die dan zonder werk zit. Dus daarom ben ik hier in Soesterberg. Daar heb ik een afspraak met een zogenaamde oudere werklozer, een 45-plusser zonder baan. Die zit natuurlijk thuis, dus daar is de afspraak ook. Dus we gaan even koffie met haar drinken. Het is natuurlijk een oudere werklozer, dus krijgen waarschijnlijk ook nog wel een kaakje bij. En als ik braaf ben, een kneepje in mijn wang. Ja, nou, we zitten hier in huis met Karen. Hallo Karen. Hoi. Jij bent volgens de statistieken een oudere werkloze. Het is een ouder, iemand die werk zoekt. Ja,
Want je bent freelancer dus. Ik ben in principe freelancer, ja. En jij zoekt dus freelance werk. Nou is dat altijd. Dan heb je af en toe gewoon periodes dat je geen werk hebt. Maar je zoekt eigenlijk ook een beetje nu een vastere baan. Ja, ik zoek nu dat ik wat ouder ben, een iets vastere baan. Oudere mensen die zonder baan zitten, die wat ouder zijn, 45 plus, die hebben wat meer moeite om een baan te vinden dan jongere werknemers volgens het CBS. Maar ja. Herken je daarin of vind je van ze moeten niet zo zeuren? Ik vind wel dat het lastiger wordt, mm-hmm. Dat wel. Als jij gewoon een vacature ziet en je solliciteert erop en ja, dan ben je een van de 300 en ja. Dan nodigen ze eerder mensen tussen de 25 en de 35 uit. Mm-hmm. Die worden dan voorgeselecteerd. Maar als je even andere wegen bewandelt, ja. Als je via andere manieren bij een bedrijf binnen kan komen, dan vergroot je wel je kansen. Ja, dat vind ik wel leuk. Je bent echt super positief. Je bent, ja. De energie die springt er ook uit toen we binnenkwamen. Wat zijn dan bepaalde dingen die jij hebt gedaan om te zorgen van, nou jongens, ik ga niet meer de pakken neerzitten. Ik ga gewoon eens even kijken of ik op een andere manier een baan kan regelen voor mezelf. Ik had dus een half jaar geleden had ik een paar sollicitaties de deur uitgedaan. Mm. En dan willen ze je in het bestand houden. En op een gegeven moment dacht ik van, ja shit, ik ben gewoon te oud. Ik word gewoon afgeschreven nu. Ik ga me inschrijven bij een 50-plus uitzendbureau. Ja. Dus ik had me ingeschreven. En 2 minuten later werd ik gebeld door Sandra van Ervaren Jaren. En wat leuk dat je solliciteert op de baan als drukwerkvoorbereider. Maar ik was me helemaal niet bewust van dat ik gesolliciteerd had. Zeg maar, ik heb wel interesse. Dus ja. Heel overdreven snel dit. Dit was heel overdreven snel, ja. Dat zal denk ik wel de uitzondering zijn, toch? Of, ja, maar ja, het gebeurt dan gewoon. Mm-hmm. Heb jij, wat denk jij? Dus je zou kunnen zeggen, mensen die wat 45-plussers die zonder werk zitten, wat meer moeite om een baan te vinden. Misschien moeten we dan tegen bedrijven gaan zeggen, je moet gewoon 20% oudere mensen aannemen. Is dat iets wat jij denkt, ja? Of denk je van, verplicht. Verplicht, echt. Naartoe, politieman ernaast. Nee, dat denk ik niet. Maar ik zou voor bedrijven gewoon slim zijn dat ze de kennis en de ervaring gebruiken van de wat oudere werknemers. Mm-hmm. Ze worden zelf ook ouder, dus op een gegeven moment, het is hun voorland. Ja. Heb jij nou nog voor misschien, stel er zitten we naar de 45-plusser die thuis zit, een van die 6 van de 10 die er een jaar of langer over doet om een baan te vinden. Heb je nog tips voor die mensen? Zo van, nou, volgens mij zou je dit en dit en dit moeten onthouden om wel een baan te vinden. Ja, ik zou in ieder geval niet bij de pakken neer gaan zitten en dan positief een opleiding gaan volgen. Ik heb 3 jaar geleden een opleiding pedagogisch medewerker gedaan. Okay. Een diploma ook gehaald. Mm-hmm. Ik doe er nu niks in, maar ik heb het wel. Dus dan vergroot je ook weer je kansen. Als er een vacature in vrijkomt, dan kan je erop af. Ja. En je passies blijven volgen. Je bent dus op zoek naar klussen, et cetera. Ja. Zou je anders zo dadelijk nog eventjes willen helpen bij het presenteren van een regionaal nieuwsprogramma? Oh nee, ja, dat vind ik prima. Dat wil ik wel proberen. Uitstekend, Karen. Dan gaan we kijken of we daar iets van kunnen maken. We zijn zo terug. De stelling van deze week in de kwestie was: bedrijven moeten verplicht 45-plussers in dienst gaan nemen, omdat die wat minder snel aan een baan komen dan jongere werknemers. Nou, we hebben rondgevraagd en eigenlijk is daar nauwelijks behoefte aan. Zelfs iemand van een uitzendbureau voor wat oudere mensen zegt van, nee joh, dat komt allemaal wel goed. Bedrijven moeten gewoon gaan inzien dat je met een oude persoon wel degelijk iemand in huis kan halen die het verschil kan maken. Nou, wij van de kwestie kunnen het daar helemaal mee eens zijn, want Karen, jullie hebben wel degelijk een meerwaarde, toch? Zo is dat. Precies. Dit was de kwestie. Ik ben Jurgen Ginkel. Ik ben Karen Agricola. Tot volgende week. Tot volgende week. Geef fantastisch. Bam! Lekker, ik kan vroeg mijn vakantie dit jaar. Wat heb je de komende 6 weken te doen? Nou, niet zoveel nog. Nou.